Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Cold. Deze week zit ik weer met Elmer Hogevorst in onze online studio. Voor wie dat niet weet, Elmer Hogevorst, auteur van diverse boeken en ook financieel adviseur. We hebben al eerder een interview gedaan, Elmer, een jaar geleden. En voor wie dat niet weet, dat was een van mijn allereerste interviews. Dus toen vond ik dat nog heel spannend. Maar ik ben benieuwd om te kijken hoe de ontwikkelingen zijn gegaan. En vooral ook hoe jouw voorspellingen zijn uitgekomen. Eerst even wat andere dingen. We hebben nog steeds kaartjes voor ons event op 20 oktober in Ede. Dus als je dat leuk vindt, ga even naar onze website en koop daar een kaartje voor. Vind je dit een leuke video? Like, subscribe en laat even zo'n comment achter. Elmer, welkom. Dankjewel Sven, leuk om er weer te zijn. Ja, hartstikke bedankt. Vorige keer heb jij allerlei slides en ook allerlei modellen voorbereid. En ook deze keer ben je weer met wat interessante dingen gekomen. Ik wil ook uiteraard nog even graag terugkijken met op een aantal voorspellingen die je hebt gedaan toen. Maar laten we beginnen, want je had allerlei interessante dingen over een stukje demografie en eventueel aankomende deflatie daarover. Dus laten we daarmee beginnen. Ja, nou is goed. Ik zal even kijken dat ik de presentatie kan doordrukken. Waar ik het met name over wil hebben, dat is, dat gaat dus over demografie. En dat is eigenlijk, daar hebben we het eigenlijk heel weinig over. Ik weet bijvoorbeeld dat CBS wel iemand heeft, ik geloof Jan Latte of zo. Dat zijn echt wel experts op demografie. Maar zij hebben het niet, zeg maar, over de impact. Althans, misschien wel in grote lijnen. Maar niet op de meer microniveau, laat ik het zo zeggen. Van wat heeft dat nou direct voor impact voor een land of voor landen wereldwijd. Ik zal je daarin meenemen, want daar kan je echt veel meer uithalen dan wat we allemaal denken. En ook er zit dus echt ook voor een deel wel, voor een belangrijk deel, echt voorspellende waarde in. En misschien is het goed dus om terug te gaan. Hè. Dit komt bij de Verenigde Naties vandaan, dat zijn overzichten. En dan zie je dus het aantal geboortes per moeder, om het maar zo te zeggen, wereldwijd. En je ziet dat al heel lang eigenlijk in een dalende trend zit. Nou, de westerse landen is dat al veel langer het geval. Ook in andere landen zie je dat hard teruglopen. Hè. Als je teruggaat naar 1960, 5,2 kind gemiddeld, voor zover je kinderen achter de komma kunt hebben. Maar 5,2 kind. En dat zakt dan dus gewoon helemaal terug naar vorig jaar 2,4 kind. En we hebben het vaak over dat de aarde zo vol wordt en dat we overbevolking hebben. Maar eigenlijk als je naar de trend kijkt, en dit heeft dus absoluut impact op de toekomst, zie je dus eigenlijk dat de totale aantal geboortes eigenlijk alleen maar sterk afneemt. Nou, dat is relevant. He, want als je op 2,0 zou zitten, dan zou je zeggen, nou, dan blijft dus het getal, het aantal bewoners, blijft dus hetzelfde. Nou, daar zitten we, vorig jaar zaten we daar wereldwijd al niet ver vanaf. He, maar nu is het dan ook interessant om in te zoomen per land afzonderlijk. Nou, hier zie je het aantal geboortes per moeder in Nederland. En dan zie je dus ook in Nederland zie je zo'nzelfde trend. He, dit komt bij het CBS vandaan. Van 3,2 kind in 1960. En toen hebben we in 1983 hadden we een bodem van 1,4. Daarna best wel een opvering naar 1,8 of zo. Vervolgens is het weer teruggezakt. In 2020 zaten we op 1,5. En dus je ziet dat in Nederland is het nu redelijk stabiel. Maar het is natuurlijk veel en veel lager dan het in de jaren 60 was. Dus ook in Nederland heeft dat absoluut consequenties voor de economie. Er zijn een aantal, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En wat interessant is om te vertellen, is dat iemand als Harry Dent, die heeft daar bijvoorbeeld ook heel veel van zijn voorspellingen op gebaseerd. Nou zijn die voorspellingen, zeker als het over de beurs gaat, niet altijd helemaal goed. Soms trouwens ook wel. Maar wat hij in zijn algemeenheid zegt en ook andere analisten zeggen, is dat wij, hebben het over de westerse wereld, maar ik heb het even doorgetrokken, ook naar andere landen, dat we gemiddeld genomen op 41-jarige leeftijd onze grootste uitgaven doen. En dat is eigenlijk de aankoop van ons grootste huis meestal. Nou, dan wonen de kinderen nog thuis en dan gaan we het huis nog verbouwen en de tuin wordt opgeknapt en er gebeuren nog meer dingen.
En dan heb je gemiddeld genomen met 46 jaar heb je dan dat de meeste uitgaven worden gedaan. En dat noemen de Amerikanen noemen dat de peak of the spending wave. En die 46 jaar die is dus heel relevant. Nou moet je daar gelijk al een kleine nuance bij maken. En dat is, zie je terug in de grafiek. Dat gaat specifiek over Nederland. We kunnen het ons al bijna niet voorstellen, maar in 1967... Dat is nog niet eens zo lang geleden, was de gemiddelde leeftijd waarop een moeder in Nederland voor het eerst een kind kreeg. Dat was 24,5 jaar. Nou, moet je er nu eens om komen. En je ziet dat 30 jaar later al 29 was. En sinds die tijd is dat steeds verder opgelopen. En nu ligt dat dus zo rond de 30,3. En dus dat zal ook uiteraard wel weer impact hebben op die 46 jaar. Dus ja, is het bij ons, omdat de kinderen langer thuis blijven wonen, 48 jaar misschien wel, of 50 jaar wel, dat de piek van de spending wave daar ligt. Dat zou dus heel goed kunnen. Dus dat is het enige wat je in gedachten moet houden. Maar voor het vervolg ga ik gewoon even gemakshalve uit van 46 jaar. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld dit soort quotes. Kan je die peak spending wave, Elmer? Want kan je nog een beetje uitleggen? Want waarom, als het 46, wat is dan precies de reden dat mensen dan het meest uitgeven? En heb je ook een reden waarom krijgen we steeds minder kinderen? Is dat omdat we ze maar zeg maar niet meer nodig hebben? Heel veel mensen in arme landen hebben natuurlijk veel kinderen als een stukje pensioen. In Nederland hebben we dat niet nodig. Maar zijn er nog meer redenen voor? Nee, eigenlijk is wel de trend in zijn algemeenheid. En dat zie je bijvoorbeeld ook in een land als India. Ik ben veel in India geweest en daar zat ik bijvoorbeeld bij familie in huis. En op het moment dat die families welvarend zijn, dan zie je eigenlijk vaak dat ze bijvoorbeeld maar één kind hebben. Het is op een gegeven moment een bepaalde trend dat als we meer welvarend zijn, dan krijgen we minder kinderen. En dat zal ongetwijfeld, en zeker in arme landen, in Afrika, zal dat zeker meespelen. Dat kinderen vaak ook moesten helpen in het huishouden of ook aan het werk gingen. En dat gezinnen vaak veel meer samenleven. En dat ze die kinderen dus ook nodig hadden om het gezin door te laten draaien, puur economisch gezien. Ja, dus ik denk dat inderdaad daar zeker ook wel een rol speelt. En dat ook de westerse landen daarom juist dus krijgt dat we dat minder hebben. Kinderen gaan uit huis, gaan op zichzelf wonen en bedruipen zichzelf. Ja. Oké. En die peak spending wave, dat is dus puur omdat je dan als gezin zijnde zeg maar het meeste uitgegeven hebt. Dat je doet de grootste uitgaven, je hebt nog kinderen, je wil allemaal auto's hebben om de kinderen mee te nemen, je wil een groot huis kopen, noem het allemaal maar op. Ja, uit dan die onderzoeken, uit die ervaringen blijkt dan dus dat gemiddeld genomen we rond 46 jaar het meeste uitgeven. En dat heeft dan ongetwijfeld te maken met het feit dat die kinderen nog thuis wonen. Dus we geven geld ook aan het kind uit, aan de kinderen uit, aan het huis waar we dan nog heel gelukkig samenwonen. En als die kinderen eenmaal uit huis gaan, misschien betalen we nog wat voor de studie, maar op een gegeven moment gaan ze zelf werken en gaan ze meer zichzelf bedruipen. Dus dat is denk ik de belangrijkste reden waarom we met 46 jaar het meeste uitgeven. Nou, en dan krijg je dus bijvoorbeeld dit soort quotes ook, hè? Bijvoorbeeld uit 2016. Dan zie je dat bij de NOS zeiden ze, crisis is de reden waarom we geen kinderen in Italië. En toen heb ik erboven geschreven, krijgen we geen kinderen omdat het crisis is? Of is het crisis omdat we geen kinderen krijgen? Ja, want die dingen, het is eigenlijk een soort kip en ei. En je ziet dan eigenlijk ook dat effect steeds weer terugkomt. En ik heb dat hier geprobeerd in de grafiek samen te vatten. Hier zie je dan 1921 hadden we een piek. En tel je daar dan ongeveer 46 jaar bij op. Dan kom je uit in 1967. Dan hebben we dus het meeste uit te geven. En dan zie je dus ook dat we dan een piek hebben in de geboortes. En je ziet het bijvoorbeeld ook terug op andere dingen, behalve de huizenmarkt, ook op de beurs. Hè? Bijvoorbeeld de Dow Jones stopte in 1966 op een belangrijk moment. En hè, dus als we geld over hebben, dan gaan we dus bijvoorbeeld naar de effectenbeurs toe en dan stoppen we dat daarin. En je ziet hier trouwens een best wel hoge piek daarvoor. Nou, daar zit een enorm inhaaleffect in. Dat is gewoon na de Tweede Wereldoorlog.
zag je ineens een hele scherpe opgaande beweging, een enorme piek. Je ziet ook die stippenlijn die ik erboven heb getekend. Dus waarschijnlijk zou het zonder zo'n bijzonder evenement zou het waarschijnlijk meer zo in een boogje gelopen zijn. Maar daar zie je in ieder geval heel duidelijk die piek, zo rond 67. En het omgekeerde is dus ook het geval. In 1937 hadden we echt een bodem in het aantal geboortes. Nou, tel daar 46 jaar bij op. Dan kom je uit in 1983 en voilà, daar zie je precies in 1983 dan ook weer een dip, een bodem in het aantal geboortes. Dus dat is fascinerend, ja, dat heb ik er ook bij geschreven, dit is fascinerend. Het is ook heel interessant om te zien hoe die dingen in elkaar grijpen. En zou je dus bij 1983 nu weer 46 jaar optellen, dan komen we op dat moment dus uit bij 2029, dat we dus een bodem hebben in het aantal geboortes in Nederland. Dat is dan even de verwachting. En vervolgens zal dat ook waarschijnlijk dan economisch gezien het laagste punt zijn. Nou, ik hoop dat dit enigszins te begrijpen is wat ik hier vertel. Als je dan kijkt dus... Ja, lijkt mij wel. Ja, oké. Als je hier dan kijkt, dan zie je hier diezelfde cijfers eigenlijk van 1964 en 1969... zie je dan met 46 jaar, of zou dat in Nederland 48 jaar of 50 jaar moeten zijn. Dan zie je dus dat we dan ergens 2015 of zo een piek hebben. En dan zie je vervolgens zie je die groep 46-jarigen, die zie je heel krachtig dalen. En je ziet nu bijvoorbeeld volgens die cijfers dat we dit jaar bijvoorbeeld een bodempje hebben op veren. En dan in 2029 nog een lagere bodem. Overigens is het zo dat mensen zullen zeggen, ja, maar immigratie speelt ook een rol. Dat is ook zeker zo. Ik had daar ook nog een grafiek van kunnen laten zien. Maar ja, omdat ik geprobeerd heb om dit nog een beetje binnen de tijdperken te houden, dan zie je wel wat veranderingen. Maar in de basis blijft het hetzelfde. Ook belangrijk om te weten is dat de gemiddelde leeftijd van de immigrant is 27 jaar. Dus dan zit je richting 46 jaar, moet je dan dus gewoon nog 19 jaar wachten. Voordat dat impact heeft. Dus dat is ook goed om je dat te realiseren. Nou, en dan is het aardig om te kijken, goh, wat betekent dit nou? We hebben het nu op dit moment ook heel erg over de zieke man, Duitsland. Dat was juist altijd de economische motor. En hier zie je dus eigenlijk dat we al heel lang terugzakken. Dit is jammer genoeg niet specifieker te maken dan wat ik hier heb. Dit gaat in cohorten van 5 jaar. Dus 2021, 2026, nou dat is precies waar we nu zitten. Daar zouden we dan ergens een bodem moeten maken in de spending wave. De low dan. Dan krijg je wel wat opvering, zoals je ziet richting 2036. Maar daarna glijdt het nog verder weg naar 2050, 2055, zeg maar. Dus puur economisch gezien, denk ik dat je heel weinig maar hoeft te verwachten van Duitsland. Misschien in de komende jaren wel wat herstel. Maar je ziet dat het op een zoveel lager niveau zit, dat de impact daarvan echt zo groot is, dat qua welvaartsniveau het echt wel al terug zal vallen. Het grappige is dat bijvoorbeeld... Allemaal eigenlijk omdat... ga maar door. Ja, nee, ja, zeg het maar. Ja, en dat eigenlijk dus allemaal omdat we eigenlijk gewoon te weinig mensen hebben in onze samenleving die in die peak spending wave zitten, die dus veel geld uitgeven. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dus demografie is zoveel belangrijker dan wat wij ons dan wat we beseffen. We hebben gewoon minder mensen die in die koopkrachtige groep zitten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus we hebben nu in Nederland bijvoorbeeld een enorme vergrijzing aan de ene kant, die tot 2050 doorgaat, maar we hebben tegelijkertijd dus ook een ontgroening. En dat is belangrijk om dat te zien, want je zult zeggen, ja, er zijn heel veel mensen die dan gemiddeld op 80-jarige leeftijd komen te overlijden en dan komen er heel veel huizen op de markt. Ja, maar er is toch een nieuwe generatie die dan die huizen over zal nemen. Maar dat is het probleem. Die groep die huizen zal overnemen, die is een stuk kleiner dan de groep die dus op 80-jarige leeftijd komt te overlijden. En daarom is de impact daarvan zo ontzettend groot.
Ja, want heb je dan waarom dat gebeurt? Want is volgens mij blijft de Nederlandse wereldbevolking blijft volgens mij wel doorgroeien. Je wordt elk jaar groter. Maar dan dus het aandeel in de van Nederlanders dan dat dus blijkbaar veel geld uitgeeft, dat blijft krimpen. Hoe verklaar je dat? Ja, nou dat heeft dus gewoon te maken met het feit dat we, laten we zeggen in de jaren 60 bijvoorbeeld, dat we toen nog wel redelijk veel kinderen kregen. En dat we toen economisch welvarender werden. En dan is meestal het gevolg daarvan dat we kennelijk minder kinderen gaan krijgen. Omdat we zoiets hebben van, twee vinden we ook een mooi aantal. Vroeger hadden we vier, laten we het beperken tot twee of zelfs tot één. Ja, en dan krijg je dus dat die grote groep kapitaalkrachtigen. Maar dat is een effect dat we niet zo direct zien. Hè? Maar dat zie je pas eigenlijk 46 jaar later. Dat vertaalt zich dan eigenlijk in een minder economisch getij. Zo moet je dat maar eigenlijk. Maar hoe kan de wereldbevolking dan wel blijven doorgroeien? Nou, omdat de bevolking van Nederland wordt volgens mij wel steeds groter. Ja, nou, dat heeft voor een belangrijk deel natuurlijk ook wel met immigratie te maken. Dat is dus, ik denk als je dus naar de standaarddeviatie kijkt, dat is wel dus iets wat dus aan het afvlakken is. En je zag het ook aan het begin van 5,2 naar 2,4 wereldwijd. Dan krijg je dus wel dat die groei, die zet wel door. Alleen die zet dus steeds minder door. En de vraag is dus, wanneer gaat dat kantelen? Nou, dat kan wel nog eventjes duren. Daar gaan echt nog wel wat jaren overheen. Zoals gezegd 2,4. Dan krijg je dus per saldo dat je dus nog steeds meer kinderen wereldwijd op de wereld zet. Dan dat er doodgaan. Hè? Dus 2,4 betekent nog steeds dat je een toename krijgt. Pas als het onder de 2 gaat zakken, zal op een gegeven moment wereldwijd het effect ook zichtbaar worden dat afneemt. Oké. Dit is wel interessant. Want wat opvalt is dat van de westerse landen is eigenlijk Amerika best wel een uitzondering. En waarom dat precies is mij ook niet helemaal duidelijk. Maar je ziet dat zij ook hier een bodem maken in de spending wave. Maar daarna komt er echt wel een krachtig herstel aan. Dus je zult wel zien, althans voor wat betreft die groep 46-jarigen. Dus dat zal betekenen dat na een best wel een flinke dip waar we nu langzaam in belanden, dat je dan daarna best wel in Amerika gaat zien dat dus weer behoorlijk herstelt. En als je dat met Duitsland vergelijkt, dan zie je echt een enorm verschil. En waar dat precies aan ligt, zij hebben dus wel kennelijk in het verleden ervoor gekozen om toch weer meer kinderen te krijgen. En dat effect zal economisch ook absoluut merkbaar zijn voor wat betreft Amerika. Ja. Nou, dan vraagt iedereen zich natuurlijk af, hoe zit het met China? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een verwrongen situatie, maar ja. Ze hebben in 1979 hebben ze het één kind politiek ingesteld. Ja, en dat 46 jaar later zit je in 2025. Dus dat effect is absoluut voelbaar. Daar krijg je dus ook de bevolking van China, die zal dus ook alleen maar gaan krimpen de komende jaren. De schattingen zijn nu dat China in het jaar 2100 nog maar 750 miljoen inwoners heeft. Terwijl het nu op dit moment 1,4 miljard is. Nou, dat is dus bijna een halvering van de Chinese bevolking. Dus dat heeft absoluut impact op China als wereldeconomie. Dat is grappig, want wij zien juist China heel erg opkomen en zeggen we, nou, die gaat straks de nieuwe wereldleider worden. En ik denk ook wel dat het geval zal zijn, want je ziet hier als je de bodem hier in China op 2026 zou zetten en je telt daar dus 46 jaar, dus of je gaat kijken wat er in de grafiek gebeurt, dan zie je dat er ergens 2036 of daaromtrent, dus dan dat is over 13 jaar, dat China juist weer een enorme piek zal zien in de spending wave. Dus ik denk puur economisch gezien zullen zij in de komende 13 jaar, verwacht ik dan ook, Amerika voorbijstreven. En de nieuwe wereldmacht, financiële wereldmacht worden in ieder geval. Maar kijk dus ook wat er daarna gebeurt. En dat is dus eigenlijk,
een heel slecht beeld. Ook daar zal een enorme vergrijzing gaan optreden. En ze zijn natuurlijk wel met een twee-kind-politiek gestart in 2015 en een drie-kind-politiek in 2021. Maar A is het de vraag van hoeveel mensen krijgen nu inderdaad twee of drie kinderen? Dat is natuurlijk al de vraag. Maar belangrijker nog is tel er eens 46 jaar bij op bij twee-kind-politiek. Dan zit je al in 2061. En bij 2021 zit je al in 2067. Dus voordat we dat economisch gaan merken in China, dan gaat er heel veel jaar overheen. En dan krijg je dus ook dit soort slides in de media. En dit is dus wel bekend, hè? Dus daar wordt wel over bericht. Maar dan zie je dus wat ze zelf al zeggen, 2050. Nou, dat zie je hier ook in de bodem, zeg maar, van die spending wave 2046, 2051. Dat is de leeftijdspyramide die geen enkel land wil. Nou, dan krijg je dus een hele kleine groep aan de ene kant. Een soort kind met een waterhoofd, die dan dus die hele oudere generatie moet onderhouden. En dat is trouwens niet vreemd in de westerse wereld. Dat is bij ons eigenlijk ook een beetje de situatie. Ja, dat hebben wij nu in Nederland een beetje met de boomers, toch? Dat we eigenlijk een verhouding hele grote groepen ouderen hebben die wij als jongeren allemaal moeten onderhouden. Dat is ook waarom we volgens mij, denk ik, lijkt mij dan nu ook opeens achter komen dat pensioenstelsels en allerlei sociale vangnetten eigenlijk heel duur zijn of misschien eens onbetaalbaar zijn. Juist omdat het deel dat nu dat moet betalen voor de ouderen relatief klein is. Zeker, en daarom zit er ook zoveel spanning op al die onderhandelingen over pensioenhervormingen. Die ouderen zeggen, wij hebben dit land opgebouwd en wij willen een goed pensioen hebben en wij willen geen pensioenkortingen. Terwijl de jongeren die zeggen van ja, maar wij moeten straks, wij zijn nu bijvoorbeeld 1 op de 4, één persoon moet het ophoesten voor 4 personen. Maar dat zal in richting 2050 of zo, zal dat gaan naar 1 op 2. En dat betekent dus dat wat nu de jongeren zijn, die zullen straks enorm moeten gaan bijdragen aan het pensioen van de ouderen. De babyboomgeneratie, maar ook de generatie daarna, de X-generatie waar ik zelf toe behoor. En dus dat, daarom zit er ook zoveel spanning en hebben ze ook zoveel moeite om daar uit te komen. Als het puur gaat om wie gaat wat betalen. Moet er meer premie betaald worden of moet er toch pensioenkorting komen? Nou, daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen, ja. Oké, nou en dan het grote drama, de meeste vergrijzing, het meest vergrijste land ter wereld, denk ik, dat is echt dat is Japan. Ik heb hier niet helemaal de data vanaf 1991, maar je ziet daar dus aan de linkerkant dat daar ergens de piek lag in de geboortes plus 46 jaar. Dus dan kom je ergens in 1991 uit. Nou, we hebben een terugval gehad van die spending wave naar 2006, 2011. En daarna best wel een sterke opleving. En in die opleving, daar zitten we nu. En dat zal ik je zo ook laten zien in de huizenmarkt bijvoorbeeld in Japan. Dat is heel duidelijk zichtbaar. Maar kijk ook wat er nu in de komende periode, de komende 25 jaar aan zit te komen. En dat is gewoon echt dramatisch. En rechtsbovenin zie je al, ik zal hem wat groter maken, zie je hier wat gezegd wordt dat in de afgelopen 13 jaar, dus de populatie al aan het dalen is in Japan. En sterker nog, dat zelfs die daling die neemt zelfs toe, dat wordt zelfs steeds krachtiger. En er wordt dan gezegd, nou dat komt ook in Amerika en Europa. Nou, Amerika heb ik natuurlijk wat nuances geplaatst, want volgens mij ziet dat er helemaal niet zo slecht uit. Maar vooral Europa, bijvoorbeeld Duitsland, maar ook Nederland. Daar kan het dus misschien wel een threat to civilization zijn. Dat zal waarschijnlijk dus in ieder geval betekenen dat we langzaam naar een lager welvaartsniveau toe gaan. En dan hier zie je dan wat het effect is. Ik heb die grafieken er ook nog eventjes ingeplakt. Dan kan je dat ook mooi zien. En dan zie je dat vanaf 1991, zie je hoe dat terugvalt. En met de bodem ergens rond 2009 in de huizenmarkt ging er 47% vanaf. En je ziet daarna dus dat krachtige herstel. Nou, en dat is die opleving die je dan ook in die spending wave zit. We hebben ook in Japan dus wat meer uit te geven. Dus krijg je dus wat herstel.
Hè, maar dus ik heb er daarna een pijl in gezet. Ja, die strookt dan natuurlijk met die enorme daling in de spending wave die je daarna ziet. En dus ook dit is ja, voor Japan denk ik niet heel erg positief wat er aan zit te komen. Economisch gezien en voor de huizenmarkt. En dan krijg je dus dit soort quotes ook. Japanners hebben zo weinig seks dat de toekomst van het land in gevaar is. En dit zijn de verhalen die je ook steeds hoort over Japan. Dat jongeren, oudere jongeren op hun 35e nog bij hun ouders thuis wonen. En geen partner hebben. Dus het aantal geboortes, dat is zo laag op een gegeven moment. Dat je gaat krijgen dat het land het puur economisch gezien niet meer gaat trekken. En ik weet niet of je kan herinneren, recent werd er gesproken over van nou, het lijkt erop dat we nu in Japan uit de deflatie zijn en dat we nu eindelijk richting inflatie gaan. Ik denk dus eigenlijk dat we eerder aan het eind juist van een beweging zitten en dat die deflatie straks weer heel hard terug gaat komen in Japan. Reden dus waarom ze eigenlijk die rente in Japan zo lang laag hebben kunnen houden en heel veel yield curve control, dus eigenlijk heel veel QE hebben kunnen doen, is gewoon omdat zij zoveel natuurlijke deflatie hadden door krimping in hun bevolking, dat daar eigenlijk allemaal voor compenseerde. Maar jij stelt dus dat het eigenlijk alleen maar nog sterker gaat worden. Ja, dit gaat dus alleen maar... Dat kun je dus... Ze proberen iets omdat ze denken we moeten iets proberen, maar monetair kun je dit probleem niet oplossen. He, dus die tegenkrachten vanuit de demografie worden zo ontzettend sterk de komende 25 jaar, dat je er straks misschien zelfs spijt van zult hebben dat je dat monetair hebt geprobeerd op te lossen. Want ja, nu heb je dan een centrale bank die waarschijnlijk enorme hoeveelheden obligaties op de balans heeft. Zie dat dan maar weer eens op te lossen. He. Maar als je kijkt naar, er zijn ook genoeg andere landen. Hè. We hebben het nu heel veel over de BRICS bijvoorbeeld. Ik heb ze niet allemaal opgenomen. Nou, China heb je gezien. Dit is India. India is echt, als je zegt, wat is het land van de toekomst? Puur qua spending wave, ja, dat is absoluut India. Hè, 2050, tot die tijd krijg je gewoon dat die groep 46-jarigen, die blijft maar toenemen. Dit is echt het land van de toekomst. De verwachting is ook dat de Chinese bevolking of de Indiase bevolking die zal richting 1,65 miljard gaan in 2065 of zo. En dus dat zal echt nog fors blijven toenemen. Dat zal logistiek in dat land best wel wat problemen op gaan leveren, want er wonen al zoveel mensen. En als je dan ziet dat tegelijkertijd China gaat krimpen qua bevolking, dan denk ik dat vooral India het land is waar we het over hebben. Heb je het over de BRICS-landen? Brazilië zien we eigenlijk eenzelfde verhaal. Zuid-Afrika zie je ook hetzelfde verhaal. Ik concentreer me even op de vijf landen. Maar bijvoorbeeld Rusland zal die groep 46-jarigen, die zal tot 2050 halveren. Dus economisch gezien zal Rusland het juist wat dat betreft niet zo sterk gaan doen. Nee, want volgens mij heeft Rusland op dit moment ongeveer het bruto nationaal product van ongeveer de Benelux, dus Nederland, België en Luxemburg bij elkaar. Ja. Maar dat gaat dus dan nog verder krimpen en heeft denk je de oorlog daar invloed op? Lijkt mij wel, dat zeker omdat er zoveel mannen natuurlijk ook naar het front worden gestuurd. Dus je nog meer kinderen krijgt, waardoor uiteindelijk je bevolking nog verder groeit en dus ook je spending uiteindelijk nog ook weer kleiner wordt. Dus een beetje een visuele cirkel, zeg maar. Ja, als dat vooral 20, 25-jarigen zijn, die dan ook nog eens in zo'n oorlog komen te overlijden, dan zal dat 20 jaar later, zeg maar 25 jaar later, nog eens extra voelbaar zijn. Dus dan wordt dat alleen nog maar groter, zeg maar. We hebben het natuurlijk wel over een land, geloof ik, met 250 miljoen inwoners. Dus er zal impact zijn, maar die impact zal dan van de oorlog, denk ik, misschien, maar is een inschatting van mijn kant, relatief beperkt zijn. En maar vooral die groep qua spending, die 46-jarigen, die zal meer dan halveren richting 2050. Dus dat is dat economisch gezien biedt dat voor Rusland denk ik niet zo heel veel toekomst. Nou, dan gaan we het nog eventjes hebben over, denk ik, over waar we het vorige keer ook over gehad hebben, Sven. Met uw welnemen. Hier, ik heb het vorige keer heel erg gehad over de spiral calendar.
zoals je kunt herinneren. Ik heb daar nog een ander boek naast gezet. Dat is eigenlijk gewoon een roman. Paradigm heet dat boek. Daar wordt heel erg over waterstanden gesproken. Nou, en wat ik gedaan heb in mijn huidige analyses, zoals ik ze nu maak, is dat ik die twee dingen combineer. De spiral calendar en de waterstanden combineer ik. Ten einde te bekijken waar gaan de effectenbeurzen met name naartoe. Dit is nog even terugblikkend op de vorige keer. Ik heb toen gezegd, er komt ergens in februari, maart, komt er een dip. Ik heb toen zelfs een datum genoemd, 24 februari. Nou, 24 februari was, hier zie je bijvoorbeeld de goudprijs. Die was ook op slotkoers, was hij precies op 24 februari. Met een iets hogere bodem in maart. Ik geloof 8 maart dat dat was. En bij zilver zag je eigenlijk een beetje het omgekeerde beeld. Daar was in eerste instantie 24 februari de bodem. Maar in 8 maart zakte die hier nog wat verder onder. En toen hebben we eigenlijk best wel een heel krachtig herstel gezien in de goud en de zilverprijs. En bijvoorbeeld ook in de euro en ook op de effectenbeurzen hebben we zo'n dip gezien. Allemaal geconcentreerd zo rond eind februari, begin maart. Dus ik had hem zelf nog iets dieper verwacht, die dips. Wat ik had aangegeven, dat is zeg maar wel redelijk goed uitgekomen. Nou, en hier zie je dan de waterstanden. Ik gebruik voor de S&P Future gebruik ik dan met name de waterstanden van Battery Park. Dat is vlakbij Wall Street. Ja, ik heb wel 200 jaar data als het om waterstanden gaat. Maar ja, als je dan kijkt van wat ligt het dichtste bij het Damrak, bij de Amsterdam Exchanges, bij de AEX. Ja, dan heb ik veel dichterbij dan IJmuiden kon ik niet komen, zeker met zo'n historie. En hier heb ik dus de spiral calendar op toegepast, op die data. En dan komt er zo'n grafiek uit. En ik geloof dat we, je ziet hier een topje op 31 augustus en dan nog een topje op 2 september. Dat was natuurlijk in het weekend. En het lijkt erop dat we in de AEX, dat we dat afgelopen maandag die top hebben gemaakt. En daarna zie je hem terugvallen. En je ziet hier staan 11 september. Dat is 11 september is dan op een maandag en 9 september is dan in het weekend. Dus laten we zeggen zo rond het weekend van 11 september zouden we een bodem in de beurs moeten zien. En daarna een krachtig herstel. En die grafiek geeft dan aan dat we dan richting 16, 17, dat is ook weer in het weekend. Dus laten we zeggen maandag de 18e of eventueel vrijdag de 15e, dat we daar ergens dan weer een top gaan zien. En daarna verwacht ik trouwens een wat grotere correctie op de beurzen. Nou, en zo gebruik ik dus zeg maar de waterstanden in het voorspellen dus van wat de beurs gaan doen. Een beetje een ongewone methodiek. En dat vloeit allemaal zeg maar voort uit wat ik geleerd heb uit het boek Paradigm. Daar wordt beschreven over hoe ze dus die waterstanden gebruiken. En om dan te gaan naar een iets meer lange termijn voorspelling. Je ziet hier bijvoorbeeld wat ik gedaan heb is, hier zie je de cijfers van Battery Park, New York, zie je staan. En dan de laagste waterstanden op jaarbasis. De laagste waterstanden betekent dat er de minste gravitatie, de minste aantrekkingskracht is van de zon en de maan ten opzichte van de aarde. En als er weinig gravitatie is, dan hebben we daar een top. En hebben we high tides with the highest value, dan hebben we juist hoge waterstanden. En dat geeft dan in principe een bodem aan. En wat hier bijvoorbeeld interessant is, is dat je ziet dat hij hier aangeeft dat de hoogste waterstanden bijvoorbeeld op 3 januari 2022 was. Nou, ik weet niet of je het precies weet, maar 4 januari, dat was een dinsdag. Dinsdag 4 januari topte de S&P index, S&P 500 index. Dus je ziet hoe, het is niet altijd zo, maar hoe nauwkeurig het soms kan zijn. De all-time high heb ik er ook achter geschreven van de S&P future.
En nou, je ziet hieronder zie je een grafiek die ik dan zelf ook weer maak. Ik gebruik daarvoor de jaren waarin de maankalender hetzelfde is. En je ziet dat we nu hier in september waarschijnlijk dus die top die je links ziet, dat is denk ik dan zo rond 15, 18 februari of september moet ik zeggen. En dan dus een dip. En dan zie je hier staan wat ik erbij heb geschreven, 16 oktober. Ik verwacht dat de 9e waarschijnlijk een top is. En dat we op de 16e even een diepe bodem maken. En daarna komt er echt een heel krachtig herstel aan. En dat herstel dat zal waarschijnlijk voortduren tot ergens 1 februari heb ik een belangrijk draaipunt. En hier de waterstanden zeggen 11 februari, dat is een zondag. Dus dat zou dan de 9e of de 12e of daaromtrent ergens moeten zijn. Waar dan zeg maar de waterstanden, waar de beurzen dan een top zouden moeten laten zien. En dan daarna verwacht ik dat er een veel grotere correctie aan zit te komen in het voorjaar en ook in het najaar van 2024. Dat kan ik al in mijn modellen terugzien en dat... Ja, dat laat zien, dat zijn vaak echt wel, zeker in het najaar, echt wel crashachtige bewegingen. Oké, dus, nee, ik ga ze dan zeker weer in mijn agenda zetten. ik had een paar vragen eventjes. Ja. Je zegt, je gebruikt de waterstanden, want dan heeft dat heeft een correlatie zeg maar, met de aantrekkingskracht van de maan. Maar waarom gebruik je dan niet gewoon de maankalender, waar de spiral calendar eigenlijk ook op gebaseerd is? Waarom, wat brengen die waterstanden dan meer zeg maar, dan de maancyclus zelf? Het is eigenlijk meer een onderbouwing. En ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd. En kijk, ik gebruik ook allebei. Dus het is eigenlijk aanvullend aan elkaar. Okay. Waar je heel erg van afhankelijk bent, Sven, is hoeveel data heb je. En dat is fantastisch. Ik heb bij de waterstanden heb ik software, een nautische software. En daar zit gewoon 200 jaar waterstanden zitten daarin. Nou, dat heb ik niet. Ik heb bij de S&P 500 en bij de Dow Jones heb ik wel veel data op zich. Maar niet zoveel als bij de waterstanden. En, dus, en dat is ook een reden waarom ik hier graag naar kijk. Want hoe meer data ik heb, hoe betrouwbaarder wat dat betreft het wordt. Aha, dus het is meer een soort variant waar je meer data van hebt van eigenlijk dezelfde cyclus. Een laatste vraag die ik nog heb, want we moeten een beetje gaan afronden. Ja. Ik heel veel van de Spiral Calendar, die gaf jou eigenlijk bepaalde draaipunten. Dat zei ook in de vorige aflevering. Als je dit interessant vindt, kijk dan ook zeker nog even ons vorige gesprek terug. Ik heb ze in ieder geval vandaag nog even teruggekeken vanochtend. En ik vond het zeker interessant om even terug te luisteren. Maar mijn vraag was eigenlijk, hij geeft dus draaipunten aan. En vervolgens leg je die over de prijs en dan zeg je nou op basis daarvan denk ik dan dat de prijs heel erg gaat zakken of stijgen. Mijn vraag was eigenlijk meer hoe denk jij dat het eigenlijk zoveel correlatie heeft? Wat is denk je de onderbouwing van het feit dat een bepaalde maancyclus zoveel invloed kan hebben? Want ik heb een aantal van je spellingen even teruggekeken. Even kijken hoor, ik had ze hier opgeschreven. Bijvoorbeeld januari, februari dit jaar sterke daling. Je had ook een sterk oplopende inflatie tot een beetje halverwege volgend jaar. En tot aan dit jaar, deze zomer dit jaar. En je ziet bijvoorbeeld dat de core-inflatie nu nog steeds hoog is. En dat die hoogstwaarschijnlijk nu wel hard gaat zakken. Dus die voorspelling is ook best wel goed uitgekomen. Maar waar denk je dat die correlatie vandaan komt? De voorspellende waarde van zo'n maancyclus. Hoe denk je dat invloed heeft op markten? Ja, zoals het dus bijvoorbeeld in dat boek Paradigm wordt uitgelegd. Er wordt eigenlijk gezegd, de mens bestaat ook voor 70% of daaromtrent uit water. Je ziet dat die waterstanden, die worden bepaald door de aantrekkingskracht van de zon en de maan. Hè? En de maan voor 2/3 en de zon voor 1/3. Hè? De zon staat wat verder weg, dus die aantrekkingskracht is 1/3 bij de zon en 2/3 bij de maan. En zoals zij het uitleggen is dat, omdat wij zelf ook voor 70% uit water bestaan, dat wij dus ook het effect ervaren van die aantrekkingskracht van de zon en de maan. En je moet voor de grap in je omgeving maar eens vragen aan mensen, en die zijn er echt best wel veel, van hoe slaap jij tijdens volle maan? En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja dan slaap ik gewoon heel slecht, want ik voel dat op de een of andere manier.
Dus kennelijk worden onze emoties dus ook, reageren, wordt dus kennelijk ook door die aantrekkingskrachten bepaald. En ik heb wel eens een boek gelezen, Sven, dat is wel heel interessant, van Amerikaanse eerste hulpafdelingen. En daar hielden ze dus rekening mee dat ze met name bij volle maan, dat ze dus een zwaardere bezetting hadden dan op andere dagen. Omdat ze wisten dat er bijvoorbeeld meer ongeluk, mensen worden meer, zitten meer in de emotie. Dus er zijn bijvoorbeeld meer auto-ongelukken, er zijn meer vechtpartijen, er zijn meer ruzies, dat soort dingen. En dus komen er meer mensen op de eerste hulp binnen. En dus kiezen ze ervoor om een zwaardere bezetting aan te houden. En zo moet je dat denk ik zien. Oké. Nou ja, interessant dat er misschien dus niet echt een hele harde reden voor is aan te wijzen. Maar het werkt klaarblijkelijk wel, want ik heb ze even teruggekeken en een aantal van je voorspellingen die waren zeker waar. Wat mij betreft hebben we eigenlijk alles wel besproken. Ik weet niet of jij nog iets had wat je echt kwijt wilde. Nee, ik vond leuk om je hier iets meer erover te vertellen. Want en ik hoop dat ook met name over de demografie dat iets geleerd heeft. Want ik denk dat gewoon veel waardevoller is dan hoe we er nu mee omgaan. Oké, nou als mensen nog meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden? Ik zou zeggen, kijk op goudensnede.nl. Dat is het platform waar ik samen met Bo mijn modellen deel. En Bo die neemt zelf ook daar posities op in. En hij vertelt dan ook wat hij doet, zeg maar. Dus dat is eigenlijk waar je, of anders op Twitter, gewoon Elmer Hogevorst, daar kunnen ze me ook vinden. Oké, helemaal goed. En dan gaan we dat gewoon in de beschrijving ook erbij zetten. Nou, voor de kijkers, als je nu nog kijkt, heel erg bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je het leuk vond. Eventueel een comment en deel deze video. Misschien tot over een jaar dan weer, Elmer. Tot over een jaar dan maar weer, Sven. Dankjewel.